Deze beschouwing die gaat verder over ouderschap. Het is begonnen met een vraag van Johnny Jordan, een anonieme kijkeraar. Dat is een goede vraag. Hij vroeg aan mij, Perry, kan jij een keer een beschouwing houden over ouderschap? Er is zoveel over te zeggen. Het is het enige dat telt. Namelijk, nou, mijn leven heb ik besteed aan studie en uitproberen. En er zijn dingen gelukt. En misschien dat ik ooit gedacht heb dat ik een merk ga stichten. Nou, heb ik gedaan. Dat merk heet PX. Dat is mijn merk. Heel grappig, want die Bill Gates die kwam met XP. Ik zei, hey, dat zijn mijn letters. Die staan achterstevoren, homo. Kijk, het is natuurlijk leuk dat ik PX in elkaar heb geknutseld. Het ziet er echt heel mooi uit. Mooie software. En dat is alleen maar techniek. Simpel. Alleen maar techniek. Het is een kunst. En het is leuk als je... En dat gevoel heb ik ook. Ik heb stukjes geschreven. Ik heb laatst een functie geschreven. Dat is complex. Wauw. En het ziet er zo simpel uit. En het werkt als een tierenlier. Nou, daar voel ik me natuurlijk geweldig bij. Het geeft je een kick. Serieus, dan ben ik een narcist, hè? Ik doe het soms voor de gein dat ik die functie openklik. Dan ga ik er alleen maar naar kijken. En denk, oh Perry, wat hou ik toch van jou? Alles goed, hè? En iedere jota die er staat, het klopt allemaal. Zo duidelijk. En zo treffend. Kijk, dat geeft je een lekker gevoel. En het is alleen maar techniek. Ouderschap is het. Techniek, dat zijn kunstjes. Dus ik kijk veel naar schaakfilmpjes met Fabiano, Caruana en Ding Liren. En Sasha Grischuk. En die anderen. En die strijden allemaal. En deze jaren wint Magnus Carlsen alles. En dat interesseert hem niks. Magnus. Ze hebben bij Magnus Carlsen hebben ze een... zo'n lie detector spul. Dingen over body... Noem je het? Biometrie metingen. Dus hartslag en lichaamstemperatuur. En hebben ze... geconstateerd dat het dus Magnus helemaal niet uitmaakt wat die ander doet qua set. Hij raakt nergens opgewonden van. Hij blijft maar doorschaken. Ja, zie je, dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik ga zitten en dan ga ik zo schaken en dan heb ik gewonnen. Ja. Nou, dan ga ik weer een nieuw potje schaak beginnen. Ja, ik win de hele tijd. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het interesseert hem helemaal niks. Magnus Carlsen heeft ook op laten tekenen dat hij wel degelijk ongelooflijk over de zijk kan gaan als hij verliest. Echt. Dan kan hij helemaal emotioneel bij worden. Maar alleen bij Monopoly. Met dobbelstenen. En dan gaat hij uit zijn plaat als hij verliest. Maar als hij beschaken niet. Nee. Waarom? Gewoon een stukje verzetten. Oh, ik heb weer gewonnen. Dat is techniek, meer niet. Je ouderschap is het. En mijn dochter, die moet leren dat ik haar vader niet ben.
Oh Annie, I am not your daddy. Dat is een nummer van Kid Creole en de Coconuts. Oh Annie, do, 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 do. I'm not your daddy. Do, 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 do. Dat is voor haar een doorbreekmoment als ze dat realiseert. Als zij zich dat realiseert. Want wie is haar vader dan? Wel, iemand moet haar vader zijn. En als ik zeg dat ik het niet ben. Ja, dan hebben we toch een stem in de zaal. He? En ik weet het zeker dat ik haar vader niet ben. Hij is een gozer geweest en heeft een hele lelijke naam. Die naam is zo lelijk, die mag ik wel uitspreken. Peter Bosman. En Peter Bosman, die zei op een dag tegen mij, en mijn kind was toen 10, en die zei, zij is net zo goed mijn kind. Nou, als dat waar is, wat Peter Bosman beweert, dan denkt hij dat hij dan de vader is van mijn kind. En dat bedoel ik nou juist niet. Ik ben degene geweest, ik heb 7 dagen in de week deed ik de afwas. 6 dagen in de week maakte ik het ontbijt. 4 dagen in de week zette ik het warme eten op tafel. Ik deed alle lege flessen wegbrengen. Ik heb alle zwemlessen gedaan. De helft van de tijd naar school gebracht. En van school gehaald. Leren lezen. Leren rekenen. Maar dat maakt mij niet haar vader. Het maakt mij haar onderwijzer. Haar moeder. Omdat ik gekookt heb en afgewassen en de bedden goed verschoond. En... Het is een, je bent dan ja, een huishouder, meer niet. Een soort gouvernante. Iemand die er altijd is en die... Oh, de pleisters die liggen ergens en de huishoudschaar die ligt ook ergens. En dan kan je mooi die pleisters knippen. En je weet altijd alles. En je kijkt godganse tijd op de klok. Of het tijd is om wat te gaan drinken. Of een fruithapje. Och, ik heb fruithapjes gemaakt, jongen. Zo, zo, zo. Had die haar moeder... Die had zo'n hele handige blender. Een heel kleintje. Oh, wat een ontzettend handig dingetje. En dan gooi je fruit erin. En zzzzt. Of een beetje aan de kook brengen. Kan ook. Even laten afkoelen. Een appeltje even koken. En laat je hem afkoelen. Je hoeft helemaal geen suiker bij. Mijn kind heeft bijna geen suiker gegeten. Toen ze klein was. Wel af en toe hoor, en dan heel bewust. Dat kwam door mij, dat ik snoep gaf. Maar voor de rest niet. Als je een snoepje hebt, dan denk je, oh, dikker. Of voor de rest geen suiker. Dus niet nodig is, waarom niet? Oh, laat weg. Het is alleen maar een toezichthoudende rol die je dan hebt. Maar haar vader, zij is gewild. En vraag mij niet waarom. Daar heb ik niks over te zeggen gehad. En dat, of degene die dat wilde, de wil, dus, die is haar vader. En die zal voor haar zorgen. Bij mij zit dat er echt niet in. Ik ben 40 jaar ouder dan mijn kind. Dus, tegen de tijd dat zij 40 is, ben ik 80. Als ik 80 word. Hé. Dus aan mij heeft ze niks. Op de langere termijn. Ja, ja, en wanneer gaat die debiel dat een keer begrepen? Ik hou ontzettend veel van mijn dochter, natuurlijk. En ik ben heel dankbaar dat ik voor haar heb mogen zorgen.
Ik ben heel dankbaar dat ik haar heb mogen zien groeien. Ze is nou net zo lang als ik. Hè? Heel klein beetje korter. Maar dat scheelt niet veel, hoor. Ja, en ik zit nu, ik ben nu 61, dus ja, ik word steeds kleiner. Dus, over een paar jaar is ze langer dan ik. Ja. Dat is toch mooi? Ik was degene die haar voor het eerst in de armen heeft gehouden. Ik was erbij toen ze geboren werd. Peter Bosman niet, hè. Hij zegt dat hij erbij was toen zij verwekt werd. Ja. Ja, dat kan. Maar hij was er niet bij toen zij geboren werd. Dat weet ik zeker. Dat is geen samensweringstheorie of zo. Want ik was erbij. En die leuke verpleegkundige. Die had wel humor. En zo'n verschrikkelijke gynaecoloog. Die man had er de pest in. Die was weggehaald van een feestje, dat kon ik zien. Wat is er nou weer aan de hand? Heb ik eindelijk een gezellig feestje? Moet naar het Rijnstatenziekenhuis. Die man komt met zijn verveelde kop naar binnen. Maar wat is hier? Oké, ja, dan gaan we zo doen. Even knippen en dan kan ik naar huis. Wat een lul zeg. Wat een slachter. En een litteken, jongen. Maar goed, dan kon hij weer naar de WIPSI. Hij had zo'n strikkie. Ik vind dat stom gedrag, hoor. Hij had een choker, dat had hij, een choker. Dus dan heb je zo'n overhempie. En dan doe je niet een strikkie en geen stropdas. Nee, dan doen we een zijje sjaaltje. En dat doen we dan een beetje heel hip. En dat heet een choker. Hij had een choker aan. Ik denk, dat doe je toch niet? Ja, dat moet hij zelf weten. Hij is arts, dus dan wil je ook wat voorstellen, snap je? Dat begrijp ik dan ook alweer. Ik was blij dat die kerel weg was. En dan bleef ik over met die grappige verpleegkundige die mij begreep. In die zin, ik deed precies wat zij zei. En dat beviel haar wel. Ouderschap, dat is heerlijk, echt waar. Ik heb altijd gedacht dat het heel moeilijk was, omdat mijn ouders zo moeilijk deden. Dat zie ik dan nu, hè. Maar toen dacht ik dat kinderen heel moeilijk waren, want we hadden gescheid. Ja. Gemopper, en loop eens door, en schiet eens op, en waar blijf je nou, en dat soort dingen. Altijd te vroeg, altijd te laat. Heb je je kamer niet opgeruimd? Jij ook altijd. En dat soort vervelende dingen. En dan ga je denken dat ouderschap niet leuk is. En dat is helemaal niet waar. Ouderschap is ontzettend leuk. Het is een functie, hè? Het is een functie. Je speelt ouder. Je doet net alsof je haar vader bent. In mijn geval dan. Hè? Dat je voor alles zorgt. Achter de schermen. Even bellen. Even regelen. En een kindje, altijd blijtje in het kinderstoeltje. Op weg naar oma. En onderweg gaan we nog wat drinken. Bij een benzinestation. Ik weet het dat ik met mijn dochter. Een gouden moment. Dat was na de scheiding. En mijn familie van mijn vader, die wilde ik even langs gaan. En een rondritje maken naar het westen. Ja, is een eindje rijden. En eerst naar Leiderdorp. En dan omhoog naar Amstelveen. En dan naar Amsterdam. Nou, dat heet Nieuw-West of zo. Het zuidwesten van Amsterdam, bij de Ringweg. En dan naar het Olympiaplein. Allemaal familiestekjes. Nou, dat is een pokken aan het rijden natuurlijk. En ik had het netjes ingepland.
Dat kost zoveel benzine en ik had een deelauto. Dat kan je niks uitrekenen. Zo'n dagje, dat kost je €200. Ah, is minder, maar het is echt wel meer dan €100. En benzine alleen al. Maakt niet uit. Het is een zaterdag, we gaan leuke dingen doen. En toen had ik ingepland dat we om 12 uur, 1 uur... dan zouden we... Ja, ik hoef niet te eten, maar... even een checkje roken, een beetje koffie of zo. Hè. En dan kan de kind lekker eten. Dus dan komen de benzinepompen, dingen gebeuren binnen... en hebben ze daar zo'n grillbar toestand. En dan vraagt ze aan mij, wat mag ik kiezen? Ik zei nou, dat waar je zin in hebt. Dus kies maar wat. Wat je echt lekker vindt. Ja. En als je iets gekozen hebt wat je niet lekker vindt, hoef je het niet op te eten. Want dat kan gebeuren. Ja. Ah, kies maar wat je lekker vindt. Oh, mag ik dan zalm met dille dinges? Ja, als je dat lekker vindt. En toen zei ze, jij houdt rekening met mij. Zei ze ook nog. En ik helemaal stom verbaasd. Ik dacht, waar ouwe horen we nou over? Je moet kijken wat die benzine kost. Eh? En nog een dingetje meenemen. Een cadeautje of zo. Het kost geld. En nu ga jij eten, dacht ik. Want jij bent in de groei. En ik ben uitgegroeid, dus ik hoef niet te eten. Ik wil een shakey en een kopje koffie. Nou, eet maar wat je wil. Wil je een verse jus erbij? Ja, zeg het maar. Die paar euro, daar ga ik over lopen zeuren. Ik dacht het even niet. Vond ik ook zo raar aan die moeder van haar. En dan gingen we een dagje naar de Efteling. Ja, dat kost ook klauwen en poen. En dan gaan we bezuinigen op het eten. En dan nemen we eigen gemaakte, karig belegde broodjes mee. Want dat is lekker goedkoop. Ik haat die mentaliteit. Ik heb er echt geen woorden voor. Ik vind dat zo vervelend. Als je naar de Efteling gaat, die toegangskaartjes zijn al takken. En die benzine is al takken. En dan gaan we bezuinigen op het eten? Nou, ik dacht het niet. Ik wil best helemaal naar de Efteling gaan rijden, toet toet en in de file staan. Ik wil wel een fatsoenlijke patat en een schnitzel. En een beetje garnituur erbij. Wat is dat nou? En niet van die laffe broodjes met pesto saus. Ja, dat is heel goedkoop. Dat was bij de Albert Heijn, 35% korting. Pesto. Lekker hoor, boterham met pesto. Heb ik hier nog een fles met lekker koud water? Walgelijk. Vind ik het. Walgelijk vind ik het. Ik zal het nog een keer zeggen. Walgelijk. Vind ik het. Dat is geen ouderschap. Zo zorg je niet voor je kind. Dat is zoiets dat je je kind klaarmaakt voor... ja, zo dadelijk wordt het oorlog en is er niks meer te eten... en je went maar alvast aan het menu. Mijn kind voorbereiden op de grote oorlog... Dat is helemaal echt een heel karig man, is er helemaal niks meer, snap je? En nou, laten we er nu vast mee beginnen... Als we naar de Efteling gaan, dan eten wij een boterham met pesto met 35% korting en we drinken daar water bij. Heb je dat goed begrepen? Zodat we klaar zijn voor de grote oorlog en de grote hongersnood en alles wat erbij hoort. Walgelijk. Diezelfde vrouw heeft het ook gepresteerd op een kerstdiner. En dan mocht ik niet helpen met koken. Toen dacht ik, oh, nou ja, zelf wil doen. En weet je wat ze deed? Die moeder... macaroni met rode kool en iets met slablaadjes. En allemaal een glaasje water. Kerstdiner. Lekker joh.
Dan heb je hele grote schaal met macaroni. Je ziet het zo voor je, al dente gekookt. Met een lepel erin, dan kan je het makkelijk op je bord schippen. En een andere schaal, er zit rode kool in. Dat was een eco-gekochte, helemaal bio-neutrale rode kool. En die is dan gekookt met een scheutje azijn en een blaadje laurier. Hier hebben we dus allemaal slablaadjes met ook een beetje olijfolie eroverheen. En bloemkoolroosjes, dat is altijd lekker, knabbel, ongekookt, dat scheelt weer CO2. En een beetje wortel erbij en zo'n stukjes of zo. En dan smakelijk eten allemaal. Kerstdiner. Walgelijk vind ik die mentaliteit. Dat is geen ouderschap. Ja, ik ben er erg strikt in. Dus ouderschap betekent dat je je kind goed te eten geeft. Ouderschap houdt in dat je je kind comfort biedt. Dus het moet comfortabel zijn voor je kind. Daar let je op. Is je kind tevreden over de bediening? En dan kan jij zeggen, ja, maar dan ben ik de hele tijd alleen maar bezig voor het kind. En moet ik dat kind in de gaten houden. En als je iets vraagt, dan moet ik het doen. En wat blijf ik dan? Nou, jij blijft in die zin dat jij dat leuk vindt. Om je kind comfort te bieden. En dat is voor jou genoeg. Je hoeft helemaal niks terug van het kind. Waarom? Is dat je economische doel? Jij, vuile slavendrijver, joe. Je krijgt een kind van God onder jouw eigendomschap en dat geef je te eten. Dat biedt je comfort. Daar ga je voorlezen. Daar ga je wandelingetjes mee maken. Daar rij je in de rondte in de kinderwagen. Ja, toch? En daar geniet je van. En dat is jouw loon. En meer niet. Ja. Ik ken een man en die heeft een hele mooie zoon. En een hele mooie vrouw heeft die zoon gevonden. En die zei, pop, ik ga naar Canada. Ja, dan is die gozer pleiten. Daar heeft die vader helemaal niks meer aan. Die zit in Canada. Dan heb je nog een Facebookje en mooie foto's en een eigen boerderij gebouwd. Is het weer gaan sneeuwen en dan krijg je daar weer foto's van. Maar ja, hij heeft niks meer aan die gozer. Nee, maar zo wordt het ook. Je voedt je kind op en dan vliegt het uit. En dan is het pleiten. Dat is je taak als ouder. En je loon is dat je het hebt meegemaakt. Ja, klaar. En het is leuk als je oud wordt en dat je kinderen zeggen van, nou, zou je bij ons willen komen wonen? Kijk, ja, dan gaan we praten. Dan hoef je niet naar het bejaardentehuis. Maar als dat niet kan, ja. Dan kan je die kinderen niet kwalijk nemen. Dat is een mooie scène uit. Dat is die van die VPRO, van die jongens van. Kom, de debiteuren-crediteuren. En dan hebben ze ook die serie over dat bejaardentehuis. Huizen. Huppeltje pup, zonrust. Die is geweldig. Die moet je 3 keer kijken. Weet je nou? Ik heb de dvd's hier in huis. Mijn vader heeft dat nooit gezien. Die had zich kapot gelachen. Mijn vader zat ook niet in een bejaardentehuis toen hij doodging.
Mijn vader heeft een erfenis nagelaten. Kijk. Dat is dubbele winsituatie, snap je? Die gozer heeft mij... Mijn natje en bedroogje verzorgd. Hij heeft heel hard gewerkt. En aan het einde van de rit... had ik 3000 cash. Nou, nee, is overdreven. Maar... een behoorlijk bedrag. Kijk, mijn vader was een goede ouder. Daar had je echt wat aan. Zelfs na zijn dood. Je hebt dat nummer van de Temptations. Daddy was a rolling stone, my son. All he ever left was alone. Nou, bij mijn vader niet, hoor. En bij mij dacht ik ook niet. Zie. Ik kreeg nog een brief... deze week van Ardanta. Onthoud die naam. Ardanta. A-R dan en dan ta. Je schrijft het zoals je het zegt. Ardanta. 6.500 euro staat er op jullie te wachten als ik de pijp uitga. Wat cashje. 6.5 rug. Euro. Nou, daar moet je wel een feestje van kunnen bouwen, dacht ik. En dan krijg je al die rotzooi die ik in nog heb staan. Dat gaat ook over de balk voor marktplaatswaarde. Nou, 1.500 of zo. Moet je ook niet overdrijven. Ja, dus alles bij elkaar heb je 8 ruggen. Nou, voor 8 ruggen... dan mag je toch wel zeggen, dankjewel, Perry. Hé. Ja, toch. Dat is ouderschap. En onze vader is de wil. En wat wij tot taak hebben is om van deze wereld afscheid te nemen met een plus saldo. En dat plus saldo vervalt aan de Here. Dat is een mooie allegorie van Christus, toch? Want die talenten. Iedereen krijgt talenten en dan komt die gozer die talenten heeft uitgereikt, die komt weer terug en die wil weten wat er met zijn talenten is gebeurd. En dat was een teleurstelling in een aantal gevallen. Zo is het. Dat is leven. En daarbij hoort ouderschap. Het hoort zo te zijn dat wij de nieuwe generatie... comfort bieden. Tot en met het 14e. En dan is het zo'n beetje... ja, dan moet het ook van de andere kant komen. Dan heb je een wederkerige relatie. Maar tot aan het 14e jaar moet je kinderen niks kwalijk nemen. Het slaat nergens op. Dus je bent 14 jaar lang, ben jij de bok. En moet je bukken... ja en amen zeggen. Wat wil het kind nu weer? Mijn moeder die verbood mij om nog langer te vissen. Want dat was zielig voor die vissen. Mijn moeder was in een keer Arthur Chopriaan geworden. Mijn moeder wist niet dat ik zo goed als geen vissen... vong. Het is geen correct ving, moet je zeggen. Ik ving helemaal geen vissen. Het was af en toe een vorentje. Of een blijtje. Een blijvisje, weet dat? Zo'n witvisje. Zo'n slijmerig dingetje. En meer niet. En al die vissen, die gingen netjes weer terug. Maar ik mocht niet meer vissen van mijn moeder. Nee, dat was zielig voor die vissen. Kijk, dat is geen ouderschap. Dat is je kind de baas spelen. Want jij hebt altijd gelijk. Want jij beheert de portemonnee. En je hebt de grootste mond en dat soort dingen. Dat is geen ouderschap. Dat is niet het bieden van comfort. Dus als je een kind hebt wat graag vist en je constateert tot je afgrijzelijke toestand. Maar hij vangt helemaal bijna nooit wat. Hij zit alleen maar een beetje aan de waterkant met zijn hengeltje. En hij vangt helemaal niks. Nou, dan houdt hij maar eens mee op. Een stom gedoe. En het is zielig voor de vissen.
Want hij vangt toch niks. Dat soort idioterie, snap je? Dat moet je niet doen. Dat slaat nergens op. En zo is dat. En als jij begint om je gelijk vanaf het begin om je kind comfort te bieden, dan gaat dat kind vanuit die comfortabele positie, gaat die eigen dingen doen. En die laat je lekker doen. En gebeuren. En je houdt het in de gaten. En de rol met pleisters ligt in de keukenla. Dus er is niks aan de hand. En de keukenscharen, die weten we ook, want die zit in het tweede laadje van boven. Bij je druppeltje, bub. Dus er is nooit iets aan de hand als jij in de buurt bent. Dat is ouderschap. En voor de rest laat je je kind gaan. Dus mijn eigen kind was de eerste in de buurt met zwemlesdingen. En zij durfde niet met haar hoofd onder water. Dat was een drama. Dat heeft mij 2 jaar gekost of zo. Ja, toen kon ze eindelijk duiken. En daar was ze heel trots op. En ik ook. En toen waren er 2 buurmeisjes op bezoek. En die hadden nog nooit een zwembad aan de binnenkant gezien. Want dat zijn namelijk hele professionele ouders. En die hebben goede rationele gedachten met wat kinderen wel en niet mogen doen. Dus een zwembad dingen, daar zijn we nog niet aan toe. Ik had daar nooit zo'n last van. Ik vroeg aan haar, heb je er zin in? Vond je dat leuk? En ze vond het hartstikke leuk. Ik zei, nou, dan gaan we het doen. Yeah. Als jij het leuk vindt, gaan wij naar het zwembad. Ik heb haar 600 kilometer heen en weer naar het zwembad gefietst. 600 kilometer. Dat is van hier naar Parijs. Maar ik ben haar vader niet. Anyway, er waren die buurmeisjes op bezoek en mijn kind was hartstikke trots dat ze kon duiken. Dan zei ze, nou, duiken is helemaal niet zo moeilijk hoor. Kijk, het werkt als volgt. En toen klauterde ze op een bankje. En ik zat op een andere bank met mijn laptop of zoiets. En ik dacht, wat gaat ze nou doen? En ze nam die duikhouding aan. En ik, ja, die is goed. En ik dacht nog, van je gaat toch niet duiken nu? Want je bent niet in het zwembad. En toen ging ze wel duiken. Jeetje. Het was een houten vloer. Dus daadwerkelijk geen beton eronder. Hè? Niet beton en daar een laagje hout op. Nee, het was een houten vloer. Dus het waren allemaal houten balken. Dat veerde ook een beetje en het stampte ook enorm. Bijna een trommel. En er lag een kleed. Dus ja, zij nam die duik. Zij belandde op dat kleed. En ja, dan heb je zo'n lichaam. Dat heeft dan, klaut het op de bank. Dan krijg je potentiële energie, zo heet dat. En dan doe je jump. En dan wordt die potentiële energie omgezet in kinetische energie. Ja, en die kinetische energie van haar lichaam, en ze woog toen 40, 50, zou ze 30, 40 kilo of zo. Nou, nee, hoe oud was ze? Nou, anyway, die kilo's, die belanden dan op de grond, op dat tapijt, en dat schoof vooruit. Dus ja, er hoefde niet eens een pleister gehaald te worden. Echt helemaal niks. Er was niks aan de hand. Het enige was dat mijn dochter was zich helemaal kapot geschrokken. Die dacht, in wat voor hel ben ik nu beland? Ik doe netjes de beweging en ik een boom, boing. En ik heb het mijn dochter later verteld. En dan kijkt ze me echt zo aan van, dat verhaal wil ik niet meer horen. Ik kan het me voorstellen. Ik vond het wel heel grappig. Je moet je kind laten doen wat het wil. Je houdt het in de gaten, niet dat er bloed gaat vloeien of zo. Maar als ik denk van ja, doe je best maar. Het is een houten vloer en er ligt een tapijt. Ik ben niet dom, snap je. Zo is het leven. En ouderschap is het mooiste dat er is.
En waarom? Ja. Ja, mijn dochter is een nieuw mens en ik ken haar heel goed. Ik denk dat ik de mens ben die haar het beste kent. Alles bij elkaar opgeteld. Hè? De vroege jaren en... Ja, ik ken alles. En ik ken haar goede kanten. Dus dat is ook belangrijk. Ik weet waar ze goed in is. En ik heb medelijden met haar. En ja, dat hoort er ook bij. Niet alles gaat goed. Ik neem aan dat zij weet dat als zij mij belt. Dus ze kan mij bereiken via mijn mobieltje. Via Facebook en via e-mail. En ze kan ook een briefje bij mij in de bus gooien. Ze weet waar ik woon. En als ze mij nodig heeft, dan hoor ik het wel. Ik ben een rijke man. Dus ik heb vermogen. Als zij wat nodig heeft. Ja. Het is geen vraag. Natuurlijk. Het is je kind. Het was van het jaar dat ze... informeerde ik bij haar hoe het met financiën zat aan haar kant. En toen zei ze, ja, ik heb een tegenvaller, want ik moet €180 betalen, eigen risico, dingen, voor de gezondheidskosten. En die heb ik niet. Maar dan ga ik lenen bij mama. En dan betaal ik mama elke maand €30 terug. Nou ja, met mijn kind kan rekenen. Dus dan zoveel maanden en dan zijn we er vanaf. En toen zei ik, nou, dat gaan we anders doen. Jij krijgt van mij €180. En jij maakt een automatische overboeking in je telebanking dinges aan. Voor €180 in totaal. €30 per maand. Naar je spaarrekening. Dat lijkt mij beter. Dat vond zij ook een betere afspraak. Daar was ik blij mee. En dan moet je weten dat ik hou in de maand hou ik van mijn arbeid iets van 1100 zo over. Echt niet meer hoor. Want ik ben meer dan €100 kwijt aan reiskosten. Dus als ik niet werk, hoef ik ook niet met de bus. Hey. Dus 1100. Zo. Ja, dan krijgt ze toch eventjes 15% van mijn maandinkomen. Eventjes pop. Want het is je kind. En die laat je niet stikken. Nooit. Dat is je eigendomschap. Dat is je verantwoordelijkheid. Dus als je wat hebt, het maakt niet uit wat je hebt, maar als je wat hebt, dan dien je dat te onderhouden. En als je het niet onderhoudt, ja, wat mij betreft, mag het je afgenomen worden. Bij alles hoor, wat je maar hebt. Als je een heel mooi muziekinstrument hebt en je onderhoudt het niet, dan moet het afgepakt worden. Dat kan niet. Ja, ook met een auto of een zwembad of een bos. Je bent de eigenaar van een bos en je onderhoudt het niet. Ja, dan ben je niet langer die eigenaar, dacht ik. Dan moet iemand anders maar eigenaar zijn, die het wel onderhoudt. Ja, ik kan zeggen, ja, maar een bos, ik laat het maar een beetje groeien. Ja, het punt is,
Je hebt klimaatomstandigheden. En, ja, als je een bos goed onderhoudt, wordt dat bos jong en fris. En is het dan beter bestand om te reageren op bijvoorbeeld de temperatuur. Ja. De temperatuur die stijgt. Niet heel veel, niet dat ik in paniek moet raken. Maar die stijgt. Ja. Dan krijg je andere vegetatiedingen en hoe loopt dat? En dat moet je begeleiden. Als je ziet dat er dingen misgaan, dan moet je ingrijpen. Ik sprak gisteren een bosbouwer en die zei dat hij achteraf spijt heeft of betreurt dat hij bepaalde bomen heeft geblest. Dat betekent dat ze op de nominatie staan om gehakt te worden. En hij zei, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Dat was zonde. Ja, je moet werken, dus... Nou, je moet blessen. Nou, had hij het verkeerd gedaan. En daar had hij spijt van. Ik denk dat die man een goede ouder zou kunnen zijn. Die begrijpt dat wel. Je moet je kind onderhouden. Net als je bos. Niet te veel ingrijpen. En dat betreurde hij dus. Want ik heb bomen laten hakken. Ik heb laten ingrijpen. En dat had niet moeten gebeuren. Ik had dat stukje moeten laten staan. Dat was beter geweest. Ja, zo'n ouder moet je hebben. Die zo denkt. Die voorzichtig is. Die snapt dat je ook dingen kapot kan maken. Met je rationele gedachtes. Ja, toch? Lekker hoor, het is vandaag Sabbat. Dus ik hoef niet te werken. En morgen even uitrusten van de Sabbat. En dan gaan we de maandag weer voor de volle 30 of 33% tegenaan. Nog even kijken hoe ik me voel. Ik heb er nou al zin in. Op mijn werk, hè? Heb ik nou... al, ja, niet echt bedacht. Het is nu zo gegroeid. Ik heb een schoonmaakkamer. En dat is ook een opslaghok. Dus iedereen dendert er maar van alles in. Vind ik best, hoor. Als ze maar van mijn spullen afblijven. En dan heb ik zo'n handige kist met allemaal meuk. En daarin zitten de chocolaatjes. Onder andere. Die deel ik uit. Niet de godganse tijd hoor, als het moment daar is. En dan geef ik iemand een chocolaatje. Een chocolaatje. Gaat erin, jongen? Nee, dat is een hele goeie. Dus inmiddels ben ik niet meer die bedreigende persoon met die enge zwabber. Nee, ik heb geen zwabber, ik heb microvezel. Maar met al die rammelende toestanden, bing, bing, en dan valt er weer een stok om. En dan zeg ik ook, sorry, sorry. En er is weer wat gevallen. Die herriemaker, die stomme schoonmaker. Nee, ik heb ook chocolaatjes. Dat maakt mij een stuk aangenamer. Ja, maar Piri, krijg je dat vergoed van je baas? Ik zou niet weten waarom. Ik haal die chocolaatjes in Elten. Daar zijn ze 99 eurocent pro stuk met mondkapje. Maar ik heb toch een mondkapje, dus... En zo'n zakje van 99 eurocent, dat gaat 2,5 week mee. Dus wat praten we over? Dus 30, 35 cent per week. Ja. Daar ga ik mijn werkgever niet over lastigvallen. Of de Belastingdienst.
Ik moet meer dan 100 euro in de maand betalen om daar te komen. Ja, laten we het daarover hebben. Yo, mijn pirrie, dat krijg je allemaal vergoed. Ja, aan mijn neus. Nee hoor, echt niet. En dan kunnen die chocolaatjes, die kunnen er ook nog wel af. Ik ben gisteravond naar de kroeg geweest, sinds lange tijd. We kijken wat dat kost, man. Was ik kwijt? 12 euro of zo. Ook nog een drankje weggegeven aan een gozer die ik niet kende. Maar die leek me wel aardig. Hebben we jenever plus gedronken. Dat is lekker. Ja, ik ga afsluiten hoor. Maar even, dit is lekker. Een heel lekker drankje. Jenever plus. Kan je bestellen overal. Dat is een jenever. Ik zou vragen om ijs. Dan krijg je zo'n breed glas. En dan vraag je aan de barhouder. Een scheutje, snufje van de minst verkopende likeur. Maakt niet uit wat. Pasties, dat drinkt geen hond. Hé, hey, al die andere meuk. Alles met een geurtje. Grand Marnier, dat drinkt ook geen hond. Heb je nog meer? Moet je even kijken wat helemaal niet loopt. En daarvan een scheutje in die jenever. Dat is lekker, joh. Hey, Grand Marnier op zich is niet te suipen. Dat moet je over ijs heen doen. Of vanille-ijs. Dat is lekker. Met bananen en een scheutje Grand Marnier. Je kent het wel. Maar gewoon is Grand Marnier niet te tanken. Maar doe je een scheutje in de jenever. dan drinkt dat lekker weg. Een paar ijsblokjes erbij. Lekker hoor. Kan je zo lekker sippen. En goed die sinaasappelsmaak proeven. Lekker sinaasappel. En dan heb je helemaal niet in de gaten dat je stom dronken wordt. Echt waar. Dan zit je alleen maar te genieten van die sinaasappellucht. Dan denk je, oh, lekker sinaasappel. En dan denk je dat je even op gaat staan om een plasje te doen. En dan denk je, hé, maar dit is raar. Ik sta op en dan gaat de wereld bewegen. Wat is dat nou weer? Heel gezond. Voorzichtig bewegen is heel gezond. Geen tafeltjes omstoten. Bij het opstaan goed om te denken dat die jaspunten, dat die niet ergens achter haken. Want de hup en dan gaat de asbak. Dat soort dingen. Voorzichtig bewegen. Dat is ook heel goed in het gevoel van ouderschap. Voorzichtig bewegen. Maak die kinderen niet aan het schrikken. Heel langzaam moet je zijn. Die kinderen zijn langzaam van begrip. Die snappen niet alles in één keer. Je moet kinderen de tijd geven om te begrijpen wat je zei. Ik heb er veel meegemaakt hoor, dat ouders dan een commando brulden naar die kinderen. En die kinderen alleen maar dachten van, oh, er wordt een commando gebruld. Meer niet. En ze begrijpen helemaal niet wat de bedoeling is. En dan worden die ouders boos, jongen. En jij luistert niet naar mij. En dit die pretty, 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 pretty. Dat moet je niet doen. Je moet je kind informeren. Ik heb zo'n manager boven mij, die denkt ook tegen mij te kunnen blaffen. Ja, dan moet ze vooral mee doorgaan. Ik maak het levend af. Kijk, en ik ben een volwassen man en ik sta onder zo'n trut van, wat is het, 45 of zo, met een grote bek.
Ja, ik red me wel. Maar een klein kind tegenover een ouder die zo doet zoals die manager van mij tegen mij doet. Ja, de kleine kind kan nergens tegenop. En dat mag niet. Dat is gemeen. Die manager van mij is een trut. Dat is wat anders. Snap je? En ouderschap is dat je zorgt. Dus, management is in principe ouderschap. Dus een goede manager is als een moeder. Die zorgt voor van alles. Dat al die technici, die gaan lekker fluitend. La 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 la. En hebben ze een boormachine nodig. Dan is er die boormachine. En dan is het ook. En dan is het ook. En die technici, die denken, oh, maar dat is leuk. Oh, nu ga ik allemaal dingen doen. Kijk, dat wil je. Jij bent management en die technici, die regelen het maar. Jij zorgt voor de voorwaarden, je hebt de voorschriften en de methodes en de normen en de waarden. Netjes op papier. En zo doen we het. En dat is jouw rol als ouder. Dat je die kinderen helemaal de vrijheid geeft. In één groot warm bad van het merk. Een Duits merk, dat heet Comfort. En daarin maar kijken hoe het groeit. En dan staat er nog in de Bijbel, je moet je kinderen tuchtigen. Nou, dat houdt niets meer in dan dat we wel eerlijk blijven. Dus. Ik ben tegen het straffen van kinderen. Want het leidt alleen maar af. Als kinderen dingen gedaan hebben die te betreuren zijn, dan draai je die kinderen op voor de gevolgen. En meer niet. En dat is tuchtigen, naar mijn mening. Dus op het moment dat een kind iets heeft gedaan en er komen allemaal kwalijke toestanden, dan kijk jij even, ja sorry, ik heb niks fout gedaan. Ik heb nog gezegd, la 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 la, toen gaf jij een grote mond. Toen heb jij wel gedaan waarvan ik zei, dat moet je niet doen. En nou hebben we de pech, hè? Ja, pech gehaapt, hè? En dat is niet mijn probleem. Ik ben er niet om jouw fouten te corrigeren. De consequenties, ken je het woord? Ik heb nog een keer, dat was met Wim Kruidenstaan. Het was een geweldige vakantie naar Bretagne. En er waren drie meisjes in de leeftijd van mijn dochter. En twee daarvan, die komen uit zo'n takkenbuurt. En die rookten en die zopen. En die zaten de godganse tijd te klagen. En, oh, wat een etterbakken waren dat ze. En daar hadden ze weer eens wat uitgefroten met z'n tweeën. En toen zei ik tegen een van die meisjes uit zo'n takkenbuurt. Ik zei, in nature, there are neither rewards or punishments. Only consequences. Dat is Cotley and Cream. Die Britten van 10cc. Dus in de natuur geldt er niet zoiets als beloning of straf. Er zijn consequenties. Maar toen waren ze stil. Ze kregen geen straf. Dat maakte een diepe indruk. De meisje raakte in paniek. Serieus. En die kwam even later de keuken weer ingestormd en zei, oké, nu ben ik het helemaal beu. Wat zijn de consequenties? Waarop ik heel droogjes tegen haar zei, van, dat merk je vanzelf. Dat hoef ik je niet te vertellen. Dat merk je vanzelf.
En een lekker pastis drinken met van dat laffe Franse bier erbij. Dat is ouderschap. Nou, dat is toch een mooie, hè? En het is een lekker sabbat. Dus ik ga eens even naar de supermarkt. Mijn biervoorraad bijvullen. En mij eens afvragen wat ik nou de rest van deze dag niet ga doen. Want ik mag niet werken. Sabbat. Jeetje, wat erg zeg. Dus ik mag helemaal niks doen. En wat ga je nou doen als je niks mag doen? Jeetje, wat een probleem. Ja, hoe meer ik erbij stilsta, wat erg, hè, zo'n sabbat. Je mag dus helemaal niks doen. En hoe doe je dat dan? Niks doen. En waarom eigenlijk? Ik denk dat ik vandaag opnieuw beloof dat ik op deze sabbat niks zal doen. En nu knik ik met mijn hoofd. Ik heb wel vaker wat beloofd. Tot de volgende. Doei.